Dag allemaal, Daan Vekemans hier. Wij zijn op stage in Spanje. En vandaag ga ik jullie meenemen over één dagje. De wekker is net afgegaan en ik en mijn Romy, Arthur, zijn klaar om op te staan. Let's go! Zoals gewoonlijk beginnen we de dag met wegen en urinecontrole. Dus we gaan zien als alles goed is. Dankjewel. En Rico, alles in orde? Zeker wel, staantje. Prima. Normaal hebben we altijd nog ochtend lopen voor het ontbijt, maar vandaag niet. Dus we gaan nu rechtstreeks gaan ontbijten. Eerste training, 2:27. Finish. Al telletje nu, douche pakken en dan eten. Daan, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Daan! Wat gaat er gebeuren? Een beetje gestapt. Dus verwacht. Wat was er gebeurd? Weinig. Ja, een beetje verwacht. En wat is de straf? En dan was het voor je heel koud. Ik kom ook zo even op. Zien we enige commentaar? Manille, gaat alles goed? Video, ça va bien? Ça va toi? Voilà, eerste training zit erop. Net gedoucht. En we gaan eens kijken wat er om te eten is. Boys, makkelijk. Smakelijk. Voilà, tijdens de middagpauze is er een beetje tijd voor te rusten en te ontspannen. Maar ook voor verzorging te nemen. Dus we gaan eens kijken als de kines er al zijn. Ah, de jackals. Celle, klaar voor man? Ik ben er klaar voor. Voilà, ik ben er kines geweest. Nu gaan we zien wat de jackals in thuis voor zijn. Misschien kunnen we nog een kaartje leggen. Oh, wordt er niet gespeeld? Voilà, goed uitgerust en nu onderweg voor de tweede training van de dag. We gaan eens vragen aan Mathieu hoe het ermee gaat. Eentje, hoe gaat het ermee? De beentjes? Zeker, top de beentjes. Op naar training 2. Oké, let's go! Voilà, de tweede training zit er ook weer op. Nu snel douchen en dan direct gaan eten. Want er staat na het eten nog een meeting programma. Nog snel even vragen naar Turo training was. Turo was training? Training was zeer goed. Het was zwaar en pittig, maar iedereen is goed, goed doorgekomen, dus alleen maar positief. Right. Oei. Ja, tja. Oei. Waarom we dan mee doen? Dat is goed. Voilà, we zijn terug in onze kamer. Na de meeting hebben we nog een beetje gekaart. Arthur is een beetje down. Een beetje verloren bij het kaarten. Maar bon. Zo zag onze dag er dus uit. We gaan nu proberen slapen. Alleen voor Arthur gaat dat moeilijk zijn natuurlijk. Arthur, had je nog iets te zeggen? Kaart nooit met massieve schrijvers. Ja, dat is duidelijk. Allee, ciao.